27 december 1949. Een dag van ingrijpende betekenis in de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. Op deze dag wordt in Amsterdam de soevereiniteit over Indonesië overgedragen. Mijn vader hebben we dus nooit meer teruggezien. Hij is overleden aan de Burma-spoorlijn. Volgens mijn vader en tantes en ooms is er echt nooit iets over gezegd. Ik ben met mijn ouders voor de eerste keer terug geweest in 1980. En zij vonden het belangrijk dat alle kinderen in hun aanwezigheid dat land zouden ontdekken. Een nieuw tijdperk is aangebroken voor Nederland en Indonesië beide. Nou, Indisch zijn, ja, er is niet zoveel fysiek en ook niet in mijn huis of waaraan je dat kunt zien. Maar bijvoorbeeld, hier in mijn platenkast, heb ik nog wel een plaat met Krontjong-melodieën. En dat is iets denk niet per se bij iedere 30-jarige Nederlandse in een huiskamer te vinden valt. En dat is deze plaat. Ik wil hem even opzetten. Het is een liedje op wat we ook wel eens bij familiefeesten draaiden. Mijn vader die is getransporteerd naar Burma. Daar heeft hij 3,5 jaar knijp gezeten. En dat heeft hij met veel geluk en met samenwerking van zijn, want hij was toen 21, samenwerking van zijn lotgenoten, heeft hij dat overleefd. Als een Kongsi. Daar heeft hij heel veel over verteld. Maar hij heeft iets meegenomen, je noemt het een talisman of een amulet. Toen hij overleed heb ik het gekregen en ik heb het, ik heb hier een soort altaar en ik heb het bij de Boeddha gelegd. Op deze foto, die mij het meest dierbaar is, staan dus mijn vader en moeder. Mijn vader was toen al gemobiliseerd en mocht voor de doop van zijn jongste kind overkomen. We gaan nu naar landgoed Bronbeek, Arnhem. Wat verwacht u daar nou te vinden? Nou, ik hoop natuurlijk toch wel veel dingen over de periode van onze oorlog in Nederlands-Indië en daarna de Bursia-periode. Ja, de publiekspresentatie van het Indisch Herinneringscentrum, daar, wat ik daarvan verwacht, is dat het in ieder geval informatief is. En zeker de functie die het heeft om de oorlog te herinneren, ja, is het daar op zo'n goede plek? Ik kan me geen andere plek bedenken waar het beter is. Herkent u iets op deze afbeeldingen? Voornamelijk hier dat paard en wagen. Die ken ik heel goed, omdat opa zelf 50 van die dingen heeft gehad. En ze dan dagelijks verpachten aan Indonesische mannen. Ja, hoe noemen ze dat in met de Java? Dokkers, dosa-dos werden ze ook genoemd. Bij deze kast, bent u wat langer blijven staan, is daar een speciale reden Ja, voor? Die vind ik bijzonder omdat het over de Aceh-oorlog gaat. En de rechtstreekse overgrootvader, die is als soldaat naar Indië gegaan. En heeft gevochten in de Aceh-oorlog, heeft daar ook medailles verdiend en is uiteindelijk als luitenant-kolonel afgezwaaid en met pensioen naar Nederland met zijn Timorese vrouw, mijn Timorese overgrootmoeder. Hier, deze mannen die ik nu hier zie, met die uitgemergelde lichamen, dat doet me ook denken aan verhalen die ik heb gehoord van familie over de tijd dat bijvoorbeeld onder andere mijn opa dus in een jappenkamp zat. Nou, dat soort gruwelijkheden, dat doet me wel wat als ik dit zo zie. Het voorwerp, het amulet, en dat moet hier geplaatst worden, specifiek op deze plaats. Nou, de verbinding die het heeft, is natuurlijk met de drie pagodemonumenten hierachter. En dat betekent voor mij in dit amulet, het staat ervoor, zoals ik al eerder vertelde, voor de overwinning op het lijden van mijn vader en het
het redden van zijn leven aan de Burma Road met behulp van de Kongsi waar hij zat. U heeft nou uw foto gezet in de wand waar bezoekers zelf een voorwerpen kunnen neerzetten om ook invulling te geven aan de Indische geschiedenis. Maar waarom vindt u het nou zo belangrijk dat juist die foto daar staat? Ja, het is toch die herinnering die ik nog helemaal heb. De laatste foto waar mijn vader op staat. Vlak daarna was hij overgebracht naar Surabaya en toen naar Burma Spoorlijn. En hij is nooit meer teruggekomen. Ik heb hem dus nooit meer gezien sinds mijn 8e verjaardag. Of mijn 8e. Ja, dus dat mensen ook moeten weten die persoonlijke tragedie. En dat andere mensen, dat ze dat toch dat moeten proberen aan te voelen. Wat je dan ineens als halfwees, tenminste ja, dat dachten we, of dat wisten we nog niet zeker. Mijn afval vader was weg. En mijn moeder moest toen alles alleen doen. En ik vind dat dat misschien uit het beeld naar voren kan komen. Want ook mijn jongste broertje, notabene, is nu al overleden. Dat is echt een heel dierbaar voorbeeld.